We zijn hier vandaag in de authentieke moestuin van het kasteel De Haar. Vandaag wordt het streefplan gepresenteerd. Wat houdt precies dat plan in? Met dat plan willen wij aan de bewoners van Haarzuilens laten zien wat het eindpunt gaat zijn als wij de moestuin weer in zijn authentieke vorm willen terugbrengen. En dat gaat natuurlijk niet helemaal zoals het vroeger was, maar wel met de historisch besef, zodat het weer past in het geheel van het kasteel en van het dorp Haarzuilens. Wat we de bewoners daarbij vandaag gaan vertellen is hoe het eindplaatje eruit komt te zien, maar ook in welke stappen in de komende jaren wij dit weer denken te realiseren. Dit is het idee. Dan zitten we natuurlijk net andersom. Hier de wethouder De Greeflaan met de kasteelmuur. Daarbij is het idee dat er 8 teeltvlakken, en die hebben we vandaag weer met de paaltjes uitgezet en met het rood-witte lint. En dat geeft een beetje idee ook van de grootte. Want dat vonden wij zelf ook in het begin heel lastig. Hè? Als je dan gaat kweken hier, hoe groot wordt het dan? Dus in deze 8 vakken is het idee om weer groenten te gaan kweken die dan ook verkocht wordt. Het idee is daarbij dat mensen groenteabonnementen kunnen krijgen. Ik wil ook een stukje geschiedenis terug laten horen. En de heer Thijs Vissenberg is bereid gevonden om ons in een kwartiertje tijd en mee te nemen in een stukje geschiedenis van de moestuin. Ik heb hier gewerkt op deze tuin. Vanaf 1965 tot 1978. Het was toen een tuin die eigenlijk vol stond met kassen. Het was hier een hele mooie kwekerij van een bijzondere kwaliteit. Als de bloemen naar een keuring gingen, dan waren we altijd een van de beste die eruit kwamen. De tuin ging op een gegeven moment echt hard achteruit. Daar hebben ze nog een paar jaar vuurd aan iemand anders. Maar ja, uiteindelijk met de vele stormen die je wel gekregen hebt, dan vloog wel zo'n ruit weg. En die werd niet meer gerepareerd. Dus die man zegt, ik ga ergens anders heen. Het is er nog iemand anders gekomen, een broer van een oud collega van mij. Nou, die heeft toen zoveel ellende meegemaakt hier met zijn met glasrapen. Want als je weet hoeveel glas er in de grond zit, dan zou ik nooit geen wortels willen telen. Kijk uit. Wat doet precies de stichting Moestuin De Haar? De stichting is opgericht om de tuin weer te herstellen. Dus wij gaan eigenlijk alles verzorgen zodat een tuinder die daar op de tuin zijn werk gaat doen, weer de moestuin in ere kan herstellen. En daarmee dus weer groente kan kweken met groenteabonnementen, dat mensen dat kunnen kopen. En ook zelf hun groente kunnen komen ophalen en oogsten. Dus wij zorgen eigenlijk ervoor dat alles eromheen geregeld is en dat dan de tuinder zijn werk kan doen. Zonder dat hij zich druk hoeft te maken over wateraansluitingen en is er elektra en al dat soort dingen.